schat, ik heb je beloofd als jij uit school kwam, dat ik een uurtje spelen zou met jou. Maar lieveling, hoop dat jij zult begrijpen, ik kan het niet, hoe graag ik het ook wou. Ik heb frietjes en salaat hier op de stoof staan, gemaakt zoals je mami altijd deed. Er is een mooie film op televisie, ik zet hem aan, dus kijk maar fijn en eet. Dag beste kijkers, vanavond bieden wij u een spannende speelfilm. En hiermee is ons programma voor vanavond beëindigd. Verder wensen wij u nog een goede nacht, wel te rusten en tot de volgende keer. De film is nu gedaan, we gaan maar slapen. Het wordt hier in de kamer stilaan koud. En ik moet er weer uit om 7:15. Want ik moet op mijn werk zijn zonder fout. Ik zet je het ontbijt hier in de oven, maar wees voorzichtig, kom niet aan het gas. De sleutel geef ik af bij onze buren, want morgenavond laat ben ik er pas. Mami, kom een uurtje naar papa en mij. Genoeg. Ik spreek hem elke avond. Zeg maar dat ik het vroeg. Mami vraagt aan Jezus om een uur verlof. Kom naar mij en papi. Oh, dan wordt het tof. Misschien tot morgen vroeg. Goeienacht, lieveling. Welterusten, papa.